hartelijk welkom bij de bemoedigingssite. Vandaag heb ik een bemoediging voor je die ik uitspreek in de naam van de Heer Jezus. Een bemoediging uit Psalm 139. Een psalm die we allemaal waarschijnlijk wel kennen. Misschien ken je hem wel niet. Dan zou ik zeggen, lees hem een keer door in de Bijbel. Een prachtige psalm. Heer, u doorgrondt en u kent mij. Zo begint de psalm mee. U weet het, als ik zit of als ik sta. Alles wat ik doe is bij u bekend. Zelfs toen mijn nieren gevormd werden in de moeders schoot, was u erbij en zag u het. Wonderlijk is wat u gemaakt heeft. Een psalm die eigenlijk lof brengt aan het feit dat God als hemelse vader jou als kind kent en doorgrondt. En ik werd meer doordrongen van deze psalm. En toen ik met mijn kinderen eigenlijk onderweg was, het moederschap brengt mij sowieso veel meer inzichten in hoe God als vader naar zijn kinderen kijkt. Maar in dit geval ook even van hoe wij als kinderen naar de vader mogen kijken. Of hoe wij als kinderen naar de vader mogen naderen. Wetend dat hij ons door en door kent. En het voorbeeld waardoor ik daardoor mee bepaald werd, is eigenlijk als volgt. Wij hebben onze jongste zoon, die is inmiddels ruim 3, hebben wij de naam Giem gegeven. En die naam betekende Yahweh richt op. En gaandeweg de zwangerschap werden wij steeds meer bewust van hoe wonderlijk deze naam bij hem past. En eigenlijk voor zijn geboorte al dat wij dat heel gericht zo echt ervoeren van deze naam past bij deze jongen. En zo gezegd, zo gedaan, hij is geboren, heeft de naam Giem meegekregen. Vele mensen hebben daar moeten wennen en wij zelf natuurlijk ook. Het is een niet te veel voorkomende naam, maar we waren ontzettend trots op hem als gezonde jongste in het gezin, maar ook omdat hij die naam van ons zo meegekregen heeft. En hij was ruim 2,5 wel, toen hij al wel wat begon te praten en korte zinnetjes, korte woordjes begon te zeggen, maar zijn eigen naam zei hij niet. En we waren natuurlijk druk aan het oefenen met Giem en Giem drinken en Giem en weer een koekje Giem. En met zijn naam aan het oefenen dat hij dat hopelijk zelf ook op een gegeven moment zou gaan zeggen. En hij gebruikte eigenlijk geen ik-vorm en geen Giem. Hij had een andere woord en dat was keien. Dus het was keien koekje, keien drinken, keien pelen, keien van tafel. En op een gegeven moment namen zelfs zijn broers dat over. Van Keien, wil je mee naar buiten spelen? Of Keien, kom je zitten aan tafel? Ze gingen hem zelfs Keien noemen. Gelukkig hebben mijn man en ik, Hendrik en ik, ons daar niet schuldig aan gemaakt. Maar we merkten wel dat op een gegeven moment, doordat hij die naam zoveel gebruikte, het eigenlijk een beetje een soort van tweede identiteit van hem werd. Dat we bijna daaraan gingen wennen. Dat hij zichzelf Keien noemde. We luisterden daar dan ook naar. Als hij zei Keien koekje, dan gaven wij hem een koekje. En op een dag was hij al wel een tijdje verder dat hij die naam al een poosje gebruikte. Was het ineens dat hij aan tafel zei, Giem. En ik weet nog dat ik bij het aardig stond me omdraaien en zei, wat zeg jij? Wie is dat? Wie ben jij? En zei, nou Giem. Vol trots en wij klappen en blij en ergens overviel mij een soort van kinderlijke blijheid bij het feit dat hij zichzelf bij naam noemde, dat hij Giem zei. En ik moest door deze psalm daar eigenlijk over nadenken, dat God ons door en door kent. En ik ken als moeder mijn kinderen niet door en door, maar ik ken ze wel redelijk goed. In die zin goed dat ik weet dat als ze jarig zijn, dat bepaalde cadeaus heel goed bij ze passen. Dat bepaalde cadeautjes heel goed zullen vallen. Of dat bepaalde opmerkingen voor de een heel grappig ontvangen wordt en door de ander juist weer niet. Ik ken hun karakter, weet wat ze leuk vinden, wat ze niet zo zal aanspreken. En zo is het ook met God. God belooft in deze psalm zelfs dat hij ons doorgrondt, dat hij ons volledig kent. Wat een vreugde moet het God geven als wij ook aangeven, wij kennen onszelf ook. Heer, hier ben ik volledig zoals ik ben. En ik geef mezelf aan u. Met mijn gebreken. Met de dingen die niet helemaal goed lopen. Ik hoef er geen Facebookpagina bij God op na te houden. Waarbij ik alle lof en prachtige dingen van mezelf etaleer. Nee, ik mag oprecht komen zoals ik ben. En God accepteert mij zoals ik ben.
En God schept er vreugde in als ik niet een surrogaat, een kaille van mijzelf aan hem toon, maar juist echt waarlijk wie ik ben. En het maakte mij wat meer bewust van het feit dat ik niet nep hoef te zijn, niet de mooie dingen bij hem hoef neer te leggen, maar echt gewoon puur zoals ik ben, voor hem mag komen en tot hem mag naderen. Onze jongste heeft me dat geleerd, wat wonderlijk, zo'n klein kind. En ik hoop oprecht ook dat het jou ook mag helpen en mag leren hem te naderen, gewoon zoals je bent, gewoon puur zoals je jezelf mag zijn.